prachtig geworden. Er kwam een vaste klant binnen die was op slag verliefd, dus gelukkig blijft hij ook in Nederland. Ja, het is ongelooflijk. Er is om één, hè, die dat doet. Ja, dat ben ik. Het neusje valt wel een beetje op wat het gaat worden, of niet? This week in the shop, we have a special BMW. It is a BMW M4 CSL. Now, CSL stands for Coupe Sport Lightweight. This is part of the special 50th anniversary of BMW's M models, and only 1,000 of these will be produced. Overall, this is 100 kilograms lighter than the next lightest 4 Series in the range. And with 550 horsepower under the hood, that makes this an incredible car. Detailing has done an amazing job at preparing the car and polishing it, and now it's time to put it in PPF to protect it. The Honda S2000 was previously here for quite some work. It has had a full respray of the rear end of the car, plus the front bumper. The engine bay has been completely cleaned and renovated, so it looks almost brand new. And the leather chairs inside have been fully restored so that they are free of scratches and damages. Kevin, the owner of the Honda NSX and the S2000, has been a die-hard Honda enthusiast from a young age. Now, he bought both cars to Absolute Motors, and the upgrades have been completed and the cars are ready to go back to the customer. Nou, Kevin. Ja? Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ik ben heel benieuwd. Top, dan gaan we even kijken hoe het is geworden. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Heb jij het al gezien? Ik heb het wel gezien. Ja? Ja. Dus ik weet dat je het ook wel mooi gaat vinden. Ja. Maar uiteindelijk is nog wel de vraag, want dat je er geen op- of aanmerking hebt. Kijk. Staat hij hoor. Ja. Heel mooi geworden. Dit is gaaf zo, hè? Ja. Jemig. Het is prachtig geworden. Onze Ferrari F8 en Largo die is verkocht. Ging ontzettend snel. Er kwam een vaste klant binnen die was op slag verliefd, dus gelukkig blijft hij ook in Nederland. De auto is naar Modena geweest voor volledige onderstelafstelling en de geometrie in orde te maken. En nu is hij binnen om een volledige X-Spel full body protectie te krijgen. Je ziet bij Absolute Motors natuurlijk een hoop bekende Nederlanders voorbij komen, maar zo hebben we ook een hoop minder bekende mensen die over de vloer komen. En die willen we graag aan jullie laten zien. Dolph Mulder is daar een goed voorbeeld van, is een autoliefhebber puur sang. En vandaag gaan we op bezoek bij hem. Welkom bij Hotech. We gaan even een rondje Hotech doen. Ja, wat we eigenlijk doen is een elektronische hotelsloten. Hier hebben we zo'n slot helemaal uit één stuk op een poster geplakt, zeg maar. Dus we houden er graag van om te verrassen, maar dat zul je zo zien. Maar vertel eens, want je gaat gelijk
Verveelde je je? Nou ja, we hadden natuurlijk ook een beetje corona. Ja, een klein beetje. En mensen op kantoor die hadden nog wat tijd over. En we hadden echt mappen van jarenlang van zoveel klanten. Elke klant haalde een paar keycards over. Dus dachten we, nou, weet je wat? Plakken de wand vol. Ze hopen hier echt dat er geen corona 3 komt. Dit is ons magazijn. Wat we hier hebben zijn automatische terminals. Er zitten ongeveer 500 pallets aan klein materiaal in. Dus wat je eigenlijk gewoon doet als je een productje zoekt. Smart Classic Electronica. Eentje rapen. Dat is toch fantastisch dit? Ja. En dan haal je hier je product eruit. En hij telt hem ook gelijk in de min. Ja. Mooi voorbeeld voor ons, Ken. Ja. Als dit ding blijft draaien, de hele dag weet ik gewoon ja, dat het goed is. We hebben veel orders, ja, weet je, dan gaat het gewoon hartstikke lekker. Maar. Ja, dat is lekker. Ja. Het ziet er ook heel dik uit als je zo even naar binnen kijkt. Nee, je moet even kijken, want dan zie je iets bijzonders. Daar zit onze eerste medewerker, hebben we daar neergelegd. Het was toen hij net werkte, of niet? Ja. Het was zijn arm kwijt. Nou, trouwens, de Dodge is mijn allereerste auto. Ja, serieus. Of auto, de bijauto. Ja, want hij is ook getuned, heb ik begrepen. Ja, ja, we hebben er ook een Whipple supercharger op gezet. Zoals we even kijken of het... Ja... Hier begon het eigenlijk. Hier begon het, ja, ja, dat klopt, ja. Ik bedoel, je hebt autogekkies en je hebt een autogek. ...6,1 liter. Hij is oorspronkelijk oranje. We zaten op de 800 pk, maar dan heb ik terug laten schroeven. Dat was gewoon te veel. Niet te doen. Ja, als het een beetje vochtig is, sta je gewoon gelijk achterstevoren. Hé, hey, maar wat zie ik nou hier? Ja, natuurlijk in Golf 2 kregen we van de corona natuurlijk weer de sportscholen allemaal dicht. Ja, ik zag hier met name de jonge gasten wat zagrijniger worden. Die jongens die normaal gesproken alleen maar kip eten. Ik denk, wacht even. Ja. Gaan hier maar goed. Ik ben zelf ook in de COVID-tijd weer gaan trainen. Dus ja, toen hebben we hier maar een sportschooltje gebouwd. Ja, maar dit is wel 3.0 sportschool. Ja, zeker. Maar als we iets doen, doe je het goed. Gaan we all the way. Jezus. Ja. Wat een rit weer, man. Ik ga eigenlijk nog niks klappen, maar we doen even een kleine sneak preview. We waren net even ballonnen halen, want, kom even verder. Onze Absolute Motors vriend, die wij ook sponsoren, Senna, jullie kennen hem wel, jullie zien hem altijd. Doe even hier, Riek, wat beelden van Senna als dat nodig is, mensen die hem niet kennen. Senna! Ja, ja, ja. Senna is jarig vandaag. En wat hij niet weet, is dat zijn vader en moeder hem gaan verrassen, maar wij natuurlijk ook. Hij denkt dat hij een Hyundai krijgt. Daar gaat hij vanmiddag in proefrijden. Maar hij krijgt geen Hyundai. Want om 3 uur, dan nemen we hem een beetje in de maling. Want dan gaan ze bij de Hyundai staan om proef te gaan rijden. En dan bel ik, zeg kom daarna dan even een bakje doen bij ons. Oké, gezellig. Doedoe. En dan mag hij er zelf het doek van aftrekken. Dan ben je pas 17, dan rijden sterren uit de hemel. Ja, als je heel goed kijkt, volgens mij, het neusje valt wel een beetje op wat het gaat worden, of niet? Hey, is goed, Thomas. Kijken of we dat nog kunnen regelen binnen een uurtje. Zou wel heel erg dik zijn, ja? Kijk. Yes. Zijn moeder, die zegt tegen mij, is wel een beetje saai, hè? Moet eigenlijk een ander wieltje onder. We zijn nu net binnengekomen. We hebben nog een uurtje, dus we gaan kijken of we dat nog even kunnen fixen. Dus dat is wel heel spannend. Prachtig geworden. Die wielen zijn echt top. Het maakt een hoop verschil. Kleur klopt ook echt. Helemaal. Je weet natuurlijk hoe die bij ons binnenkwam. Ja. En dat was niet in de allermooiste staat. Zeker niet. Het was geen lelijke auto. Nee, nee, nee. Maar dit is echt tip-top. Is dit wat je had verwacht? Ja, eigenlijk nog mooier. Nog mooier dan je had verwacht? Ja, serieus. Hij is niet nieuw. Nee. Maar dichter bij nieuw gaat hij niet komen. Nee. Ja, het is mooi, hè? Word je wel blij van. Ja.
Ja, want wat heb je eigenlijk met Honda? Ja, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. In 1990, toen ik woonde bij mijn ouders en in de straat had je een jongen, die heette Steve. En die had altijd de mooiste Honda MBX'en. Ja. Dat waren 80 cc brommers en dat mocht eigenlijk niet in Nederland. Maar heel veel mensen reden er gewoon op, want ja, die dingen die maakten geluid en die gingen ook even wat harder dan 50 in het uur. Ja, en dan kwam hij weer met een zwarte uitvoering, met een regenboog-uitvoering. En daar is eigenlijk wel de liefde begonnen. Toen, 2 jaar later, ben ik zelf brommer gaan rijden. Dus toen ben ik Honda MB en Honda MBX, MTX gaan rijden. En daarnaast, een vriend van mijn broer, die werkte bij Honda de Ruiten in Wateringen, waar ik nu nog steeds kom. En die kwam altijd met een Honda Civic of een CRX of met andere Honda's aanrijden. Ja. Ja, en die liefde voor de Honda was er al. En in die tijd was Honda best wel een toonaangevend merk, naast de Golf en Opel Kadett GSI. Uiteindelijk, toen ik auto ging rijden, ging ik ook een Civic, een Accord Aerodeck rijden. Het was onvermijdelijk eigenlijk. Ja, het was onvermijdelijk. En toen, ja, die S2000 die stond echt hoog op mijn verlanglijst. Ik denk, ja, als ik de mogelijkheid nog een keer heb, dan ga ik een S2000 rijden. Ja. Maar wat heb je nu aan Honda auto's staan? Nou, deze Honda S2000, deze 2008. Ja? Deze heb ik dan uit België geïmporteerd. De witte. Dat is dan echt een uniek exemplaar door zijn lage kilometerstand. Ja, en deze. Ja, de NSX. Ja. Dat is wel heel uniek. Ja, dat is echt uniek. Optisch is er nu eigenlijk niet veel veranderd aan de auto. Nee. Het gaat vooral om het geluid van de auto. Ja. Het uitlaatsysteem. Ik heb de auto natuurlijk gekocht in Duitsland. Met 2000 kilometer erop. Ja. En ik zocht daar een met eigenlijk alle opties die ik kan verkrijgen. En de aanspoeling is heel dun, want er zijn er maar 55 linkstuurrit in Europa. En dan ook nog met dit optiepakket, ja, die is gewoon bijna niet te krijgen. Ik ga het doek eraf trekken. Ja. Dan gaan we de auto starten wel eventjes warm laten draaien. Zeker. En dan gaan we een beetje vastzetten. Ik ben heel benieuwd. Gaaf. Als je nou afvraagt waarom ik rood mooi vind, ik zou hem ernaast kunnen leggen straks. Ja. Ja, het is een hint. Het is een hint. Het is een hint. Let op jongens, hè, wat hier gebeurt. Kijk eens. Nog één keer laten we hem zien. Ja. Het is een hint. Hij zit erin. Zal ik de deur van binnen omhoog doen? Ja. Voor het effect. Heerlijk. Wat een trio. Ja. Wat wil je, Ken? Huh? Nou ja, zo'n trio wil ik wel. Maar even eerlijk. Ja, is gewoon een plaatje. Ja, want dit is niet de hint van de haarfeun. Nee. Al lijkt hij er wel heel erg op. Ik snap wel de kleur van de haarfeun en dat je daarin verder gaat. Nou krijgen we heel vaak de vraag, wat gebeurt er met al die oude onderdelen? Nou, ik zou je gewoon een winkel aardje te wachten tot ze niks meer doen. Zo'n oude staalboer. Die verzamelt katalysatoren. Ja, dit is van de Red Porsche. Dit had dan als abt eigenlijk weer het verkeerde geluid. Dus jullie hebben daar een mooie Acra onder gelegd en een Aventuri. Dus je koopt een RS6R en wat doe je? Uitlaat eronder uit, Acra eronder. Ja, het is ongelooflijk. Er is er maar één, hè, die dat doet. Ja, dat ben ik. Dus, ja. Nee, fantastisch. Ja, maar als het niet klopt, dan klopt het nee, niet. Nee, het dus, klopt ook. En daar hoor je natuurlijk heel veel mensen over. Maar dit is ook echt een upgrade. En wat een gave rap ook. Ja, die hebben we toen gedaan voor dat streamcaster. Ik heb er nog niet ervan afgehaald, maar ja, dat kwam iets tussen. Laat ik het daar maar op houden. Ja. Ja, er kwam iets tussen. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk binnenkort wat meer over laten zien. Ja, dan binnenkort. En vertellen. Voor staat die M4 ook nog, die vergeten we eigenlijk een beetje. M3. Oh, ja, M3. Die willen we ook nog even zien. Acra, alles erop toch? Alles. Dat moet ook. Er lijkt niet heel veel aan gebeurd te zijn. Maar stiekem onderuit. Ja. Oeh, kijk eens. Dat is niet Aventuri kit. En niet vergeten een vol Acra systeem van voor naar achter. Ja, dat is gewoon geweldig. Jij kan het echt niet normaal doen, hè? Gewoon zo niet. We geven niet veel prijs vandaag eigenlijk. Het is een beetje een saaie rondleiding. Ja, saaie rondleiding, ja. Maar de rest komt nog. Spektakel komt nog. Bedankt. Leuk dat jullie waren. Top, ja, superman. Dankjewel. Dat was een eer.
Ik ga het doek eraf trekken. Ja. Je bent er klaar voor, toch? Ik ben er klaar voor. Oké, top. Kijk. Heerlijk. Kan je verlies zijn op een auto, hè? Ja, dat andere was heel bescheiden en als die turbo's een stuk warmer zijn, dan hoorde je wel die warme sound, maar eigenlijk net even te bescheiden. Ja. En nu is het een stuk beter. Ja, dit is echt gaaf. Kijk, vriend. Oh mijn god. Wat is dit? En nu ben je de Sjaak. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Je vader en moeder, maar ook je kleine broer. En ik denk stiekem ook je zusje wist al wel een beetje waar je naar op zoek was. Dus we hebben de wereld op z'n kop gezet. Dus zullen we? Kom. Welkom in de Efteling. En wat denk je dan? Geen idee. Ik denk iets met een BMW. Maar je gaat zo nog proefrijden naar Hyundai. Kom even hier staan. Dan halen mijn collega's de doeken ervan af. Ja, ja. Please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Ay. Ik weet het even. Hij is even stil, man. Kom even zitten. Dat is lachen. Heel dik. Hij is stil, hè? Ja, ik weet het. Onder de indruk. Geweldig, ja. Dus Hyundai maar vergeten. Mm-hmm. Toch? Dat was allemaal gelul, joh. Dit was sowieso het leukste. Ja, dat zei je al. Ja. Goed, hè? Ja, top. Ik zeg rondje. Ik zeg ook rondje, hoor.